Welkom bij de familie van Galaxy weer. We zijn er even in aflevering 31 en jullie zien het best wel. Mami is veranderd, denk ik, gekrompen. Daisy en de zoon van mij in de game, John Junior 2, heeft een nieuwe vrouw, Daisy Sarah. Hoe ze naar de storven, David en Luigi, Mario en Peach zijn al wat, ja. Bak voor en dan gaat je naar je bedje toe. We hebben veel bedden in huis staan voor bepaalde reden. Ik ga ook een paar moeten weghalen. En hoeveel zijn we? Door de tortelduif, dus als ze samen kunnen slapen. Ik laat niemand meer sterven, want we zijn nu in aflevering 30, waar de vorige keer is misgegaan. Oh, ook okay, eigenlijk is misgegaan met de familie Traveler. Hoe oud is hij? We moeten een nieuwe kat adopteren. Oh nee. En een nieuwe volgend graf plekje. Hier heb je Hubba en Hubby. Oei, kom maar de pand dood. Yep. Waar zit Daisy Sarah in haar bedje beneden? Dat is gewoon heel snel een nieuw toilet. Sorry jongens en meisjes, maar ik ga dat helemaal niet omstoppen. Want de vierde generaties waren we nu aan de tijd in. Want een nieuwe generatie, honey gaat actie. Oh nee. Zet terug, de baby. Nieuwe zendslinger, yes. Baby Daisy. Nu, zwart, het is gelukt om eens een generatie ver te komen. En nu ga ik deze laten opgroeien en dan gaan we. Mm-hmm.
We hebben wel meer dure smaak nodig voor eigenlijk. Dus alweer weer babyvoeding bij de vlees moeten hebben. De studentenkamer is weggehaald. Voor u al. We hebben 3 koppeltjes. Peach, Mario. Nee, Baby Peach en Luigi. Eigenlijk waar 2 generaties zich kruisen. En Daisy en John Jr. 2. Wat daar nog de plannen voor zijn, dat zul je in de toekomst zien. We hebben 2 die slaapkamers maar eigenlijk nodig, maar is goed. Voor als er nog kinderen komen, zijn we generatieproof. We gaan eens zien hoe het met onze familieboom staat. Hoe zien we dat? Hoe zien we dat? Kijk! Dan is het eigenlijk wat meer. Dus eigenlijk de 3e generatie. Ik heb 2 generaties zelf gemaakt. Voor de zekerheid. En nu komen we aan de 4e uit. Maar we hebben een verrassing. De aflevering de volgende gaan we eigenlijk aan mijn pensioen laten gaan. Dat deze ook misschien weer een volgende kan laten krijgen. Dat ik 2 kindjes heb aan deze kant. En zien hoe het hier staat met de boom. Niet groot eigenlijk, maar... Hoe dat we hem zien. Hij heeft geen vrouw gehad. Dat ziet je niet eigenlijk als het is voor mij. Kom maar op naar de school, jongste. De schooltijd. Opzetten? Het huis zal niet vaak opgekeerd worden als je merkt. We hebben nog alles goed voor volgende generaties staan. Hij denkt kapot, dingetje. Denk ik kapot. Het sneeuwt, ik denk dat wij de ons die wat ouder is, dat hij nodig is. Maar dan moeten we heel dringend voor generaties weer, want er zijn met 5 nog maar. Hoe we toen zaten. Nee, met 6. Met 6 zaten we 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moet ik er dingen naar uitbreiding voor als we de serie lang willen houden?
Dat is pas als die beurt is voorbereid. Dat wordt de kinderkamer dit, of tenminste een van de kinderkamers. Want ik ben van plan nog een, als die ouder wordt, de kinderen, wil ik nog een volgende generatie daarmee maken. Spoutjes eten. Ik zou wel een vader is voor die laten zorgen. Nee, moet je het gaan. Heb je die mensen niet Oh, ik ben op een computer spelen, de Sims. Had hij aan het huiswerk gelegen? Volgende dood op het lijstje van deze generatie. Hugo Stijl, die onderkant. En dan adopteer de volgende dag even als Mario. Mario gaat de volgende dag weer aan het tunen zijn. Wie bent aan het einde van de video? Onze kat is gestorven. En we hebben de liefdeskoppeling. Safi. Daar zit ik nog, hè. Maybe they did this. Maybe I
I'm the Lord Eater! I'm the Lord Eater anymore! Really? En dan zijn we bij een hele video. Luigi is zijn laatste thuis, weet je wel. Ik sla nu op en ik zie je bij de volgende video. Check zeker de vorige aflevering als je het nog leuk vindt, En check natuurlijk zeker abonneren en liken. Zet in reacties wat jullie leuk vinden en bye. Vergeet die knop.